Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. Achtste deel. Zo mooi, hè? Wat? Mooi, die zee? Het is hartstikke koud hier. Had je je maar beter moeten aankleden. Ja, moet jij nodig zeggen. De lente is warmer in de stad. Ja, maar we zijn niet in de stad. Wij zijn op zee. Wat? Oh, kijk eens naar die vogels. Schitterend. Oh. Ah, we zullen op het eiland nog veel meer vogels zien. Moet je opletten. Schiermonnikoog is een paradijs voor vogels. Oh. Waarom gaan wij er dan naartoe? Omdat de commissaris naar Curaçao is. Ah, maar Schiermonnikoog, dat is veel mooier. Ja, ik weet het, Ik ben hier al eens eerder geweest. Oh ja? Ja, maar toen was het wel wat warmer. Ergens eind juli, weet je wel. Ik heb er toen met die kinderen gekampeerd. Ja. Jij en kamperen? Ja, schampel lachen. Ik en kamperen, ja. Met z'n vier in een tent voor twee. Ah, vond je die leuk? De kinderen vonden het leuk. Nee, maar vond jij het niet leuk? Nee. En waarom niet? Waarom niet? Gewoon. Je weet wat gewoon. Mensen die tot diep in de nacht moeten laten horen dat ze met vakantie zijn, dat bedoel ik. Ah, het is een vaste, heerlijk doodstil. De vakanties zijn nog lang niet begonnen. Nou, dankjewel voor de mededeling hoor, ja. Maar ik heb het nog steeds hartstikke koud hier. Hé, kijk eens. Land in zicht. Ja. Schiermonnikoog. Ja, Schiermonnikoog. Het begint al te regenen. Nou, laten we dan naar binnen gaan. Oh. Nee, dan ga ik helemaal over beton. Waarom heb je nou geen lekkere muts meegenomen? Je ziet er nog steeds uit als een rechercheur. Dat ben ik ook. Maar je hebt het koud en je bent nu geen rechercheur, maar een vogelliefhebber. Nou, vogelliefhebber, meeuwen. Meeuwen ken ik, mooie meeuwen, ja. Ken je eigenlijk nog meer vogels? Ja, zwanen. Nee, die hebben ze hier niet. Wat geeft dat nou, zeg. Er zijn toch genoeg mensen hier op het eiland die iets van vogels weten. We moeten gewoon die gewoon wat laten houden. Hoeren die waren en een paar kreten onthouden. Zo moet je dat doen. Ja, precies, ja. Miauw! Wat doe je nou? Dat is een taling. Verdomme, de gier. Iedereen kijkt naar ons. Wat? Zie jij wat ik zie, adjudant? Hé, dat is de Jong. Dat is Bart de Jong. Dat is Bart de Jong. Wat doet hij hier? Wat dacht je ervan om het hem te vragen, zeg? Bart de Jong? Hallo, meneer de Jong. Hey, meneer Grijpsta. Meneer de Gier. Meneer de Jong, wat doet u hier? Wat is de wereld toch klein, hè? Ja, zeg maar. Wat een toeval. Zegt u dat wel, maar... Gaat u met vakantie? Is de zaak rond? Ja, wij zijn met vakantie. Ja, wij gaan altijd samen met vakantie, altijd, hè. Ach, we werken altijd samen en een dag zonder elkaar, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan niet, hè, adjudant. Nou, mogelijk. Gefeliciteerd. En, wie is de moordenaar? Welke moordenaar, Bart? De moordenaar van Maria van Buren. Oh, dat is een geheim, Bart. Een groot geheim. Hè, adjudant? Oh, ja, nogmaals gefeliciteerd. Bedankt. Maar zo zie je maar weer, hè. Wat zie je maar weer? Nou, dat de misdaad altijd wordt gestraft. Misdaad wordt altijd gestraft. Meneer Grijpstra, wat heb u? Hey, schiet op. Hier, naar de reling. Fruit, schiet. Je kost je helemaal onder. Nee, tegen de wind, niet tegen de wind in gaan staan. Die arme adjudant. Is hij nog steeds ziek? Nou, dat is zo weer over, hè. De achterafspanning, hè. Ja. Maar vertel eens, zeg, wat vaart jou nou naar Schiermonnikoog? Nou, zomaar even eruit, hè. Beetje frisse lucht. Wat tekenen, wat wandelen. Oh, dat is toevallig, hè. Dat jij ook... tekent op Schiermonnikoog. Oh ja, maar het is een mooi eiland. Jazeker, het is een prachtig eiland. Gaat het? Nee. Ken jij iemand op Schiermonnikoog? Ik? Hoezo? Hoezo iemand kennen? Ja, ik zou niet weten wat u bedoelt. Nou, misschien heb je er een kennis zitten of een vriendin. Nee hoor. Denk nou eens goed na, Bart de Jong. Ik mag nog wel naar Schiermonnikoog als ik dat wil. Ja, en ik mag toch wel vragen of je op dat eiland een kennis hebt zitten. Oh, dat is... Jij hebt toch niks te verbergen? Ik verbergen? Hoe zou ik verbergen? Ik heb niks te verbergen. Ik heb u alles verteld wat ik wist.
Ik heb u geholpen. Ik heb de politie geholpen. Voor de politie getekend. Ik heb alle... Ja, en jij hebt mij nog geen antwoord gegeven op een heel simpel vraagje. Dus zal ik je straks, als we aan land zijn, even mee moeten nemen naar een bureau? Tenminste, als ze dat daar hebben. Dat mag u niet. Dat mag u helemaal niet. Oh nee, ik heb jou al gezegd, de politie mag alles. En u hebt vakantie. U hebt vakantie. En u hebt de moordenaar. Wat wil je dan nog van mij? De jong, maak je nou geen zorgen over die vakantie van mij, hè? Jij praat nu of... Ik weet niks. Ik ga alleen even naar meneer... Jij gaat alleen maar even naar meneer IJsbrand Drachtsma. U liegt. Goed, goed. Ik lieg en dan ga jij dus even mee naar het bureau en dan praten we verder. Ik ben een vrij mens. Ja, maar natuurlijk. Jij bent een heel vrij mens. Als je maar wel op me wacht, hè, op de kade. Ik weet niks en ik ga gewoon... Jij gaat gewoon met vakantie, met dit rotweer ga je gewoon wat wandelen. Oh. En heerlijk in de regen zitten tekenen. Oh, wat een ellende, begint hier. Hè? Ja, moet je luisteren zeggen, adjudant meneer Bart hier houdt ons de komende dagen een beetje gezelschap. Oh. Wat een verrassing. Ach, adjudant, help me nou toch. Help me nou toch. Hier, meneer de Gier, die gelooft me niet. Nou, dat kan ik me best voorstellen. U ook al? Ja, ja, ik ook. Ook al ben ik ziek. Wacht, ik blijf bij de politie. Nou, zeg, zijn we er nou nog niet? Heren, ik kan er niks aan doen. Waar kun je niks aan doen? Nou, ik moet even een boodschap brengen. Naar wie? Dat zeg ik niet. Oh nee, nou, je maakt ons steeds nieuwsgieriger. Ja. Het heeft niks te betekenen. Ik ga alleen maar even een oud horloge terugbrengen. Hoor je dat, Grijpstra? Ja. Bart gaat alleen maar even een oud horloge terugbrengen. Ja. Terugbrengen aan wie, Bart? Naar mevrouw Drachtsma. Naar mevrouw Drachtsma? Vandaar kreeg ik een brief met de vraag of ik een grote gouden knol uit de woonboot van Maria van Buren wilde halen. Ze was bang dat het weg zou raken. Straks. Het is een erfstuk. Dus jij bent op de boot geweest? Jij hebt daar ingebroken? Ik ingebroken? Ingebroken? Bij wie? Bij wat? Maria is dood en ik help een aardige mevrouw op Schiermonnikoog. In ieder geval heb jij een strafbaar feit gepleegd, Bart. Die boot is verzegeld, nietwaar? En jij hebt je iets toegeëigend dat niet van jou is. Dat lijkt me voor elke rechter heel simpel. Hé, dat is braak. Nee, van hem is het braak, maar van jou is het inbraak. En hoe ben jij eigenlijk binnengekomen? Door de politie is binnengekomen, door die ruit. Was die dan nog niet gemaakt? Nee, die was nog niet gemaakt. De bovenieden, dat kennen jullie. Moet ik nou nog met jullie mee? Wat doen we, brigadier? Ik zou... Ja, maar ik heb verder niks gedaan. Nee, hij heeft verder niets gedaan. Weet meneer Drachtsma dat je komt? Nee, mevrouw Drachtsma, die hebben nog speciaal bijgezegd dat ik bij de achterdeur moest komen. Nou, dan doe je dat maar, hè? Dan hou je je bek dicht en dan donder je met de volgende boot weer op. En als je weer wat moet doen, Bart, voor de een of andere, dan neem je contact op met mij. Begrepen, hè? Jawel, heren, jawel. Goed zo. Dag, heren. Dag, Bart. Breek je nek niet. Zo. Zegt de Gier. We moeten hem in de gaten houden. Precies, Grijpstra. Misschien brengt hij ons op een spoor. Onze brigadier de Gier. Zo, daar ben ik weer. Zo, jongen. Dit is adjudant Buisman van de Rijkspolitie. Brigadier de Gier, ik ben blij u eindelijk eens in het echt te zien. Dank u. Ik heb al zoveel over u gehoord toen adjudant Grijpstra je op vakantie was met de kinderen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, Grijpstra. Zou je dit even willen passen? Beste kerel, je ziet dat ik aan het biljarten ben. Zo. Geef jij een rondje? Pas nou eerst even dat pak. Ik heb in de winkel beloofd dat ik het meteen zou terugbrengen als het niet goed was. Hé, pak van mijn kop.
Hier lijkt wel stapel gek, jongen. Wat moet ik nou met een pak? Was het nou even? Was het? Dat doe ik toch niet al, zeg. Je bent toch niet gek? Een geel pak! Geel! Je moeder! Grijpstra, zie hier! De gele kaken toe! Doe maar een lol, zeg. Bel eens een jongen, bel eens een jonge borrel. Waarde Grijpstra. Ja, wat nou weer? Waarde Grijpstra. Ja. Ik zal maar inpassen. Waarom? De brigadier heeft gelijk, met dit weer heb je zo'n pak hier echt nodig. Ja, daar hoor je het eens van een ander. Ja, kom hier met die onzin. Gassen. Wat een spul, zeg. Gele kon je het zeker niet krijgen. Nou, dat is de pas. Dat mag toch. Ja, en nou de broek even. Ja, zeg, luister eens, al ben ik nou een beetje dronken, maar niet gek. Ik ga dat niet in mijn blote kont in de zaak staan. Nee, maar dat hoeft ook niet. Die broek trek je gewoon over je eigen broek aan. Maar je lijkt wel een kind. Een klein geel kind. Zeg, de gier. De gier, luister eens even. Hier, een beetje rustig, ja. Je hebt hem nog steeds tegen de mierder. Nou, dat zit toch fantastisch. Oh ja, doe jij ook nog een beetje mee. Hé, dat ballon. Zo, en nou de pet nog. Zo, over mijn lijk. Ja, wat doen we nou? Gaan we de boljacht of gaan we naar het werk? Nou, ik zou zeggen het laatste. Het laatste nou. Kom nou, maar, leg hier die keuze. Hier. Ja, heel. Rondje. Ja, rondje. Mag ik hier drie nog hebben, Bas? Komt voor onze ijsbrand. Wel. Dat had ik nooit van mijn leven gedacht, hè. Ik ken hem tamelijk goed. Oh. Dat is nou het aardige van dit eiland, hè. Iedereen gaat gewoon met elkaar om. Hij vaart wel eens met hem mee op de boot en biljart hem wel samen, hè. Aardige, joviale man. Niks zijn kapsoon is en die kan hij makkelijk hebben. Iedereen mag hem graag. Is gul, vriendelijk, helpt iedereen. Helpt iedereen. Ja, hij is altijd Sinterklaas, hè. En dan geeft hij ieder kind op schiet in de boog een cadeautje. Ah, een goed mens dus. Wat je zegt, brigadier. En nou denken jullie dat die Drachtsma iets te maken heeft met die dode dame? Nou ja, ze was zijn maîtresse. Maîtresse? Maîtresse, zegt hij. Oh, ja. Nou ja, goed. Hij is een vrouwtjesjager, hè. Maar hier niet, hoor. Hier is hij de loco-burgemeester. Maar hij heeft toch een alibi? Ja, wat zeg ik, een alibi? Die man is doodziek. Heeft misschien nog maar een paar maanden te leven. Waar maken jullie er nou druk om? Gevoel. Ja, gevoel. Maar dat is toch te gek. Je denkt toch niet aan een huurmoordenaar? Beste collega, alles kan. Alles is in ons vak toch mogelijk, moet je toch weten. Ja. Het enige wat wij moeten vinden is een verband tussen de moordenaar en ijsbrand. Precies. Nou, en daarvoor zijn we eigenlijk hier. Dat gaat boven mijn pet. Ik ben maar hier gewoon agent, hè. Oh, adjudant. Ja, adjudant. Maar hier op het eiland, dan ben ik gewoon agent, hè. Nou, jullie zoeken het maar uit, hoor. Alleen, onze ijsbrand is een krachtpatser. Ajakkes. Een oorlogsheld en een groot zakenman. Ik wil niet graag dat hij dwarsgezeten wordt. Ja, misschien is zijn alibi niet 100%. Niet 100%. Maar die man is hartstikke ziek. En daarbij heeft jouw adjudant verteld dat zijn aanwezigheid hier op het eiland bevestigd kan worden door twee Duitsers. Op het tijdstip dat jullie dame vermoord werd, is er bij mijn weten niemand op het eiland vertrokken met een vliegtuig. En de boot lag hier. Die heb ik toevallig zien liggen die avond. Goed, hij heeft een andere boot gebruikt. Of hij heeft toch iemand gehuurd. Hoe wil hij dat bewijzen? Het mes. Goed, het mes. Jullie zeiden een commandomes. Ik zou kunnen uitzoeken of er iemand op het eiland is die met een mes kan gooien. Onze opzichters hebben allemaal zo'n mes hier. En ja, iedereen die een boot heeft natuurlijk, hè. Maar ja, kunnen ze ermee gooien? Dat moet ik uitzoeken. Ja, het eiland is zo klein, hè. Wij kunnen het niet doen. Wij zijn meteen pottenkijkers. En jij met dat geel pak. Ik zoek een messenwerper en jullie kunnen vakantie houden. Ah, zo mag ik het horen. Als ik jullie een goede raad mag geven, ga dan vroeg de koffer in. Dan kan ik jullie morgen komen halen en dan kunnen jullie een prachtig stukje fauna zien. Ja, ik heb er een pak voor. Het barst hier van de parende vogels. In één woord een prachtig gezicht. Ja, parende vogels. Ja, dan doe je de gier zo groot plezier. Ja, de gier is precies wat ik eigenlijk. Hé, maar jij gaat er goed mee. Nou, ik,
Niet zo... Oh nee, oh nee, jij gaat ook mee. Ik zeg net... Ah, doe nou een oude kennis een plezier. Heerlijk varen in prachtige ochtend. Je weet niet wat je zal missen. Ik wil het... Nou ja, ik reken op. Daar kunt u van op aan. Nou jongens, moeders wacht. Oh. Ja. Gedag. 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 Ja, buisman. Daar ga je nog één keer. Ja, jij ook hoor. Mm. Ah. Zeg maar, luister, ben jij nou eigenlijk hartstikke gek geworden, die gier? Wat mocht ik nou met paren de zegels? Wat mocht ik nou met, hè? Doe de modder kruipen. Je weet niet wat je ziet. Ja, dat kan wel wezen, jongen. Luister, een geintje, grapje is goed. Maar een grap is prima in dat vuile gele apenpak van jou. Kom je erop? Goed, grapje, even leuk, even lachen. We komen naar Amsterdam, nietwaar? Juist, prima. Maar dan nog zeggen dat ik midden in de nacht meegewoon op zo'n rot. Nee, maar luister nou. Ja, wat nou? Luister, en Grijpstraat drinkt niet zoveel. Hier, moet jij zeggen. Uitgerekend moet jij dat zeggen. Ja, uitgerekend, ik moet dat zeggen. Wij hebben die vriend van jou, die Buisman, hard nodig. Je denkt het. Ik heb alleen meegeronken om jullie niet voor het hoofd te stoten. Ah. Ja, maar ik verdomme het om in de modder te gaan stappen terwijl jij lekker hier in je bed ligt te snurken. Ja. Morgen om 3:30 ben jij mijn man. Ha, jasses. Oké. Goed. Oké, als je het maar nooit aan iemand vertelt. Proost. Proost. U hebt geluisterd naar het 8e deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Bart de Jong, Frans Kokshoorn, Buisman, Johan Sierach, Technische Realisatie: Henk Brouwer en Bram Hengeveld, Regie: Bert Dijkstra.